Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag even meenemen in het COBE-systeem. En dan met name even uitleggen, wat is een COBE, wat kun je ermee? Vind je deze video nou leuk, klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Het COBE-systeem is een methode om je smartphone te gebruiken als display voor je elektrische fiets. Ik laat het even zien aan de hand van een fiets met een Bosch-motor. Maar het systeem leent zich ook voor gebruik met andere elektrische middenmotor systemen. Ik heb hem inmiddels hier aangesloten op de COBE-houder. De COBE-houder die connect middels een Bluetooth-verbinding met de telefoon. En ik heb ook al even een snoertje aangesloten, zodat mijn telefoon eigenlijk automatisch wordt opgeladen. En ik niet dadelijk met een lege telefoon kom te zitten. De houder die heeft een speaker, zodat een deel van de communicatie gewoon gaat, niet in beeld, maar met een stembediening. Althans, het systeem praat, hè? Hij verstaat je niet. Nou, we kunnen het systeem deels bedienen met touchscreen, maar ook vanuit het i'tje op de bedieningsunit. En als we die kort indrukken, dan zien we aan de rechterzijde van het scherm een aantal zaken naar voren komen. Nou, wat komt er nou allemaal voorbij? De muziekplayer, waardoor je de muziek die op je telefoon staat kan afspelen via de luidspreker. Fitness is een scherm. Ik ga zo meteen even iets dieper erop in, maar waarin je bijvoorbeeld als je een cadansmeter of een hartslagmeter hebt gekoppeld, waarin je dat kan aflezen. Navigation. Je kan navigeren met het systeem. Contact. Je kan bellen met het systeem. Music. En dan zijn we dus terug bij de muziekplayer. Nou, in het basisscherm zien we gewoon de standaard fietsgegevens, zoals de snelheid en de afstanden die je rijdt. Er zit nog een extra knopje, zodat je ook kan zien wat het weer wordt de komende anderhalf, twee uur. En je een beetje weet of je nog met regen te maken krijgt, ja of nee. Verder kun je ook verlichting en dat soort dingetjes allemaal instellen. Met name het navigeren is natuurlijk even interessant, dus die wil ik er even extra bij pakken. Staat hij daarop en we drukken wat langer op de i, dan zie je dat het scherm zich wijzigt naar een navigatiescherm. En je kan hier een route plannen. Invullen waar je naartoe wil. Nou, ik hou het even op dat ik van hier naar Utrecht wil. Dan doet hij een voorstel van de snelste weg, de kortste weg of de meest rustige weg. Je kiest een route. Je selecteert die route. En het systeem gaat je gewoon netjes navigeren naar de locatie waar je naartoe wil. Je hoeft niet constant dit scherm in beeld te hebben. Door weer de i wat langer in te drukken, kom je eigenlijk terug in je computerscherm, waar je je snelheid en dat soort dingen ziet. En zie je aan de rechterkant nog steeds of je naar links of naar rechts moet. En ondertussen praat het systeem dus ook. Dus hij vertelt je ook of je naar links of naar rechts moet. Nou, ik heb je nou eventjes laten zien wat zo grofweg de mogelijkheden zijn die je kan doen met een COBE-display. Ik vind het daarbij nog wel even belangrijk om te vermelden dat wanneer je eenmaal die houder op je fiets hebt gezet, dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om te werken met het originele display. En dat je dus altijd je telefoon zult moeten gebruiken om te kunnen fietsen en de ondersteuning daarbij te kunnen gebruiken.